Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag ook nieuw het centamateurisme, maar wat meer voor een groter publiek geschikt. Eind jaren 70, begin jaren 80 organiseerde ik als radioamateur vele vossenjachten. Vossenjachten hebben in dit kader niets met dieronvriendelijke activiteiten te maken, maar het komt er in het kort op neer dat één zo'n zendgek zich ergens in de bosjes of op een andere, meer creatieve plek moet verstoppen en dat de rest destijds vaak een hele meute die ene figuur met zijn of haar zender dan moet zien op te sporen. Voor opsporingsambtenaren van clandestine zenders is het dagelijks werk, maar radioamateurs zien bij dit soort gelegenheden het meer als sport. Er zijn meerdere varianten van dit soort vosjachten. Bij veel daarvan wordt alleen gelopen. Wij hadden destijds een systeem waarbij we in het begin, toen we ze organiseerden, nog een aparte puntentelling hadden voor lopers, fietsers en autorijders. Maar uiteindelijk was de praktijk dat iedereen vanaf een parkeerplaats op een van de hoogste plekken van mijn woonplaats, voor wie het kent, nabij het Belgenmonument, met de auto startte en afhankelijk van de plek alleen de laatste meters of hooguit honderden meters lopend aflegde. Teams bestonden destijds dan ook meestal uit een chauffeur en een navigator annex jager. Hoewel ik ook in de competitie van de jachten zelf wel eens heel aardig heb gepresteerd, was ik doorgaans toch echt een vrij matig vossenjager. Des te beter was ik in het bedenken van rotstreken als zijnde vos. Dat bleef bij anderen niet onopgemerkt en zo is er, als ik een enkele keer toch eens op vossenjacht ging, meermalen op een sympathieke wijze geprobeerd om wraak op mij te nemen. Een van die keren was de vos een voor mij onbekend persoon, dat wil zeggen ik kende hem wel, maar ik wist niet wie het was, of zelfs maar dat hij bij vossenjachten betrokken was. Zodoende had ik ook niet direct in de gaten wie ik in het donker voor me had. De auto, door mijn vaste kompaan bestuurd, bracht mij vlak in de buurt van diens woonhuis, een park in de stad Amersfoort, waar je destijds nog in het donker zonder al te ongerust te zijn voor criminaliteit of dat soort dingen kon rondlopen. Ik begon vanaf, opnieuw voor wie de omgeving kent, de richting van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is er al niet meer, net buiten het park aan de andere kant van de beek te lopen. Het was in een korte periode dat ik met jagen buitengewoon goed presteerde, wat kwam door een deels zelfbedachte en zelfgebouwde pijlopvanger, die weliswaar uiterst geschikt was voor het pijlwerk, maar tegelijk ook onhandig zwaar en weinig waterdicht, zodat ik hem daarna voor dat doel nog maar heel weinig gebruikt heb. Nadat ik 2/3 van de zijde van het park had afgelegd, wist ik daardoor absoluut zeker dat de zender zich op een bepaalde plek precies aan de andere kant van de beek moest bevinden. Doordat we bovendien de pijlantenne uit het raampje van de VW Kever gestoken, ja het is lang geleden, vrijwel in een rechte lijn vanaf het Belgenmonument naar beneden bij het park gereden waren, wist ik zeker dat ik absoluut tot een van de eerste moest behoren die op de plek van de bestemming was aangekomen. Kortom, nog even terug doorstappen, beek over en de ingang van het park in en de overwinning kon mij bijna niet meer ontgaan. Veiligheidshalve in een donker polshoogte genomen vanaf de situatie ter plekke. Meestal zit er een persoon bij of dicht bij de zender. Soms hangt er een briefje of een stapel briefjes waarvan je er eentje ter bewijzen moest meenemen. Maar dat viel nog niet mee, want ondanks dat mijn ogen al een poosje aan het donker gewend waren, ontnam de donkere nacht en het dichte bladerdak mij vrijwel alle zicht. Toch ontwaarde ik vrijwel op de plek waar ik gepeild had op mijn bankje een silhouet. Ik peilde van een meter of 100 afstand nog maar eens extra. Geen zin om een eventueel agressieve zwerver onnodig uit zijn slaap te halen. Maar nee hoor, pinpoint precies om het zo maar te zeggen. Maar ik bleef niettemin voorzichtig. Voor hetzelfde zat de vos 10 meter achter het bankje en had ik alsnog met de zwerver te maken. Op het bankje bleek dus een zoenend paardje te zitten. Ik was echter redelijk overtuigd van mijn gelijk en riep dus vanaf een meter of 8 afstand: ik zoek de vos. Ze gaven enigszins geamuseerd aan dat ze geen idee hadden waar ik over sprak, maar ik wist het zeker, dus ik drong aan. Het bleek dat ze toch wel erg graag met rust gelaten wilden worden. Toen ik een 3de keer vroeg, werd ik resoluut weggestuurd. Vervolgens nog een aantal keren gepeild, niet verder dan 50 tot 100 meter vanaf die plek, maar de man in kwestie met zijn resolute stemgeluid maakte de indruk dat er met hem niet viel te spotten en omdat het sowieso onverstandig leek om zoogdieren bij hun paringsritueel lastig te vallen, besloot ik mijn heil elders te gaan zoeken. Vossenjachten op de betreffende frequentie in bewoonde omgevingen staan bekend om de vele reflecties van het signaal die ook geregeld valse peilingen veroorzaken. Afijn, nadat ik mijn actieradius tot zeker 15 minuten loopafstand had uitgebreid, kom ik zo'n 40 minuten later alsnog op dezelfde plek aan. Het paardje zat er nog steeds en toen ik nogmaals in hun richting keek, leek het alsof ze mij vol medelijden wenkten. Jawel, ik had wel degelijk de vos als een van de eerste aangetroffen, maar doordat ik me dus had laten aftroeven, stond ik dit keer bij de prijsuitreiking zowat onderaan de lijst. Het moeilijkste was vervolgens nog mijn gang naar het nabijgelegen cafetaria waar de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Het liefst was ik gewoon naar huis gegaan. Uiteraard waren de meesten daar al binnenkomen wandelen. De creatieve manier waarop de vos zich dit keer had verstopt, maar bovenal hoe ze die jongen die zelf altijd de gemene streken uithaalde hadden afgetroefd, was inderdaad aanleiding voor veel hilariteit. Eigen schuld, dikke bult, zal ik maar zeggen.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Je kunt deze uitzending mailen op het adres opsporingsambtenaar@pttradiocontroledienst.nl.